Hallo allemaal, superleuk dat jullie kijken naar een gloednieuwe video. Ik ben Nikki en leuk dat jullie kijken naar deze video over de herinrichting van het 1,20 meter aquarium. Ja, ik zit hier dus voor het verkeerde aquarium, want hier gaat het helemaal niet over. Het aquarium beneden, het ziet er nu zo uit, heb ik dus vorige week opnieuw ingericht naar dus dit. Alleen het licht is beneden heel erg slecht, dus daar kan ik niet opnemen. Dus daarom neem ik hem hiervoor op. Maar goed, jullie gaan dus zien hoe ik dit aquarium helemaal opnieuw heb ingericht. En ja, het oude inrichting, en dat was dit, heeft er meer dan 2 jaar in gestaan. Dat grote stuk hout, wat jullie nauwelijks zien, want het staat bomvol met planten. Ze heeft er dus 2 jaar in gestaan en was helemaal begroeid met javavaren en met anubias. En dat is er dus uit en er is dus nieuw hout ingekomen. Alleen het hout moest eerst zinken, dus we hebben een aantal weken naar dit aangekeken. Het was ook wel vet eigenlijk, want de vissen vonden het geweldig om eronder te zwemmen en zo. Het gaf wel een heel erg mooi effect. Maar op een gegeven moment is het hout dus gaan zinken. Dus hebben we het hele aquarium omgegooid en zijn we de nieuwe inrichting begonnen. En daarover dus deze video. Nu wil ik even zeggen dat ik nou niet echt een professionele scaper ben of wat dan ook. Dus ik vind het wel heel erg leuk om te doen, om een aquarium opnieuw in te richten. Maar ja, jullie vinden het vast wel leuk om te zien. Maar het is niet zo dat ik nou echt heel erg weet wat ik doe. Zoals jullie wel kunnen zien zit er momenteel nog geen planten in het aquarium. Er zitten geen planten in, dat is niet waar. Maar er zit wat javavaren in en er zit inmiddels ook wat hoornblad in. Dat hoornblad puur omdat het zeg maar hier niet meer bij paste in het aquarium achter me. Want het is zeg maar een beetje vol. Omdat ik nu een aantal bakken helemaal heb aangepast zodat ik binnenkort de beplanting kan doen. De beplanting zullen jullie in een aparte video zien. Komt volgende week online. Ik heb er even 2 video's van gemaakt. Anders wordt het wel een heel erg lange video. Ik heb de avond zelf dus alles gefilmd. En dat heb ik allemaal bij elkaar geplakt en een voice-over ondergezet. Zodat jullie kunnen meeluisteren wat ik nou deed. Dan laat ik jullie nu wel gewoon kijken naar het stuk op de avond zelf. We gaan beginnen. Alles staat klaar. Als eerste hebben we de helft van het water eruit gehaald. Stukken hout eruit gehaald. Pompen waarmee het water eruit pompen natuurlijk ook eruit. En ook de eerste plant eruit. Mijn vader had een hekel aan deze plant. Dus die vond het geweldig dat hij er eindelijk uit mocht. Dan hadden we nadat alle planten eruit waren ook het grote stuk hout eruit gehaald. En jullie zien ook dat er allemaal garnalen nog uitspringen. En later hebben we ook nog een garnaal gevonden in de bak waar toen het stuk hout in zat. Dus ja, toen was het aquarium eigenlijk nagenoeg leeg. De laatste planten er wat uit. En ik heb gelijk 2 vissen uitgevangen. De diamantgouramis moesten eruit. En dat was zo makkelijk, want ik heb ze nu al. Ik heb ze gewoon beide in 1 haal. En die zijn verhuisd naar een ander aquarium waar ze nu in zwemmen. En het aquarium was zo erg vies dat we maar even zijn gaan hevelen. En het was heel makkelijk, want het vel lag gewoon op het zand. Dus het was wel te doen. En dan gaan we hier beginnen met echt de nieuwe inrichting. En zo zag het huis er dus uit op dat moment. Het eerste stuk hout erin. Het stuk hout was een stuk kleiner dan ik in gedachten had eigenlijk. Dus ik heb er een nieuw stuk gelijk achter gezet in de hoop het wat op te vullen. En dat is eigenlijk gelukt. Helaas sta ik er alleen zelf de hele tijd voor. Maar ja, goed, dat is niet anders. Zo ziet het aquarium er nu uit. Een beetje wazig, maar ja, goed, so be it. Hier komt het derde stuk hout erin. Dat was wat een gepuzzel, omdat die aan de linkerkant heel erg groot is en niet tegen het glas aan kon. En daardoor zat ik wat in de problemen met de planten. Toevallig leg ik dat zometeen uit aan mijn vader. Dus jullie kunnen dat wel even beluisteren. Aan de andere kant zit je weer met die zijkant die te weinig licht gaat krijgen om goede planten te laten groeien. Of je zit weer met het lelijke gras wat je niet leuk vindt. Ja. Dus dan is die kant heel makkelijk. Want dit wordt crypto-crypto. Dus dan die lage plantjes die je ook voor jouw grote blokhout had. En hooguit daarachter dus nog gras, alleen dan anders. En dan is dat klaar. En heb je hiervoor dus vrij. Maar dan zit ik dus gewoon met die andere kant. Wat ik trouwens bedoel met het gras, daarmee bedoel ik Vallisneria. En wat ik bedoel met anders, daarmee bedoel ik dus een andere
soort Vallisneria. Want mijn vader die vindt Vallisneria nou niet zo geweldig. Hier zet ik trouwens een stuk hout wat in een ander aquarium zat, zet ik gewoon daar in die hoek. En dat is redelijk geslaagd. Daar ziet het een stuk opgevulder uit. Ben ik trouwens de enige die andere namen heeft met familieleden of zo, die dan de echte namen niet kennen? Want dat heb ik dus heel erg veel. Hier zet ik trouwens een ander stukje hout er even achterin bij om het wat op te vullen. En ja, dat heb ik dus al meer gedaan. Nou, hier zorg ik ervoor dat het allemaal weer wat strakker en netter uitziet met het zand. En dit doe ik gewoon met een bankpasje trouwens, helemaal niet ingewikkeld. En ik heb per ongeluk al het hout omgegooid. Dus dat zet ik nu allemaal weer heel erg mooi recht. Heel handig. Nu zet ik een aantal planten in het aquarium, zodat de vissen en garnalen toch ergens een beetje beschutting hebben. Dit is javavaren, wat jullie nu gewoon ertussen zien, dat ik het ertussen druk. Want ik heb het er letterlijk gewoon tussen gedrukt, niks moeilijk gedaan. En dat is ook gewoon goed blijven zitten. Ik heb wel fijn hout daarvoor. Dan zet ik hier een Echinodorus zet ik erin en die heb ik gewoon daar in het zand gedrukt. Puur een beetje, ja. En zo ziet het er nu uit. Hier is hij helemaal gevuld, alleen nog helemaal niet helder. En als we dan doorgaan naar de volgende dag. Kijk, nu is het aquarium helemaal mooi helder. En zo ziet het er nu uit. Wat ik nog even wil zeggen, jullie zien een kardinaal wat raar zwemmen. Dit doet hij al maanden en als ik hem probeer te pakken, dan zwemt hij ineens wel goed. Nou ja, zo ziet het aquarium er dus nu uit. En hij is natuurlijk wat leeg, maar ja, dat komt omdat er geen planten in zitten. Of nou, niet echt veel planten in zitten. Er komt mos bij, er komt verschillende anubias nog bij. Dus ja, dat gaat ook nog wel leuk worden. En dan zien jullie nu even een aantal bloopers die ik per ongeluk heb gemaakt. En dat vinden jullie vast wel leuk om te zien. Dus bij deze. Woe! Oh, sorry, ik werd aangevallen. Ik schrok van een vis. Ik werd aangevallen door een vis. Tjonge man. Ga je springen? Los. Dat zou ik wel filmen, dat is wel leuk. Ja, ik ben bezig. Nou, dat is dus het stuk van de avond zelf en dus een gedeelte van de dag erna. Het aquarium ziet er dus nu net iets anders uit omdat ik er nog hoornblad bij heb gezet. Dan is er nog wel even iets wat ik wil zeggen. Mocht er mensen kijken die hebben zoiets, oké, ik moet mijn aquarium zelf ook helemaal herinrichten of dat wil ik graag doen. Kijk heel erg uit met de waterwaarde. Want als jij zo omgaat in die bak en alles zo omgooit, dan is de kans redelijk groot dat jouw nitriet zeg maar heel erg hoog wordt. Of dat het aquarium dus helemaal uit balans komt. En helemaal op de manier hoe wij het hebben gedaan, want we hebben de bodem nog eens geheveld en zijn echt, nou ja, niet voorzichtig geweest. Nou, en dan zal je misschien afvragen, waarom heb ik dat dan gedaan? Ja, dit schuif ik dus op het feit dat ik dus heb vertrouwd op de Hydra-filter die ik ertussen heb zitten. Mocht je er niet bekend mee zijn, ik zal straks even een i'tje zetten hierboven en dan kan je die video even kijken. En dat is de reden dat ik hem ook zo heb aangedurfd. Want eerder weet ik wel dat ik maar een stuk hout hoefde op te tillen en er zat al nitriet in het aquarium. En de waterwaarden zijn nu compleet hetzelfde gebleven. Gelukkig, daar ben ik wel heel erg blij om. Mocht je dit dus zelf willen doen, kijk heel erg uit met de waterwaarde. Zelf uitkijken dat je niet aan de bodem zit als je dit soort dingen doet. Dat je niet van tevoren ook nog je filter schoonmaakt. Want anders dan ben je straks al je bacteriën kwijt. En je zit nog met eventuele afvalstoffen die vrijkomen vanuit de bodem. Dus kijk daar gewoon heel erg mee uit. Blijf dus dan eigenlijk van je bodem af. Dat is het beste wat ik dan kan zeggen. En voor de rest wees voorzichtig en rustig. En zorg er ook voor dat als jij daarna klaar bent, dat je het aquarium ook een week of twee met rust laat. Ja, daar hoef je het niet zo ruig te doen als dat ik het heb gedaan. Wees er gewoon dus voorzichtig mee. Maar ja, dat wou ik dus even gezegd hebben en er jullie even voor waarschuwen. Want het is zo zonde als mensen zoiets hebben van dat kan zonder problemen. Ik heb de waterwaarde natuurlijk wel gewoon in de gaten gehouden in de eerste 3 dagen. Ben ik dagelijks gaan meten en mocht er natuurlijk wel eventueel iets van nitriet of zo in zitten, dan had ik gelijk ververst. Dit is alleen niet zo gekomen, ben ik heel blij om. Dus dat viel hartstikke mee. Dat was dan de video, ik hoop dat jullie er iets aan gehad hebben en dan zie ik jullie weer bij de volgende video. Dus doei!